Het is vandaag 10 september 2010. We gaan weer even een vaartochtje maken. We zitten hier eerst naast de Kanaalweg. Dus we gaan eerst weer even vanaf het begin op de Gaatsweg. Vaart u mee? We gaan aardig richting Herbaaien. Oftewel, wij zijn wel in Herbaaien. Ik bedoel, klein dorpje. Een beetje aan de rand van Herbaaien nu, door een brugje heen en bij het volgende brugje, dat is dan aan de doorgaande weg in Herbaaien, dat is dan mijn keerpunt. Daar draai ik om en dan ga ik weer richting huiswaarts. Bij het keerpunt zal ik eerst even kijken hoe lang we nu onderweg zijn, hoeveel kilometer erop zitten. Dat laat ik je u straks even zien in het filmpje. We gaan dus nu naar richting ons keerpunt in Herbaaien. Voor ons nou een eendje, wat voor watervogeltje is het? Waterhondje? Wie het weet mag het zeggen. Schrijf het maar in de opmerking, oftewel in het Engels. Schrijf het in de comments. Dan krijgen we alweer een bruggetje in Herbaaien. Ik moet zeggen, de breedte is hier iets minder dan zo straks natuurlijk, want zo straks waren we ook van Haringsmakanaal. En dit is een binnenvaartje in Herbaaien. Ik kan hier zelfs de bodem zien, zie ik. Oftewel een gedeelte, de zijkant kan ik zien. Daar is een boertje aan timmeren, zo te horen. Even kijken hoor. Kijk, 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 kijk. Hier zijn we inderdaad. Hier zijn we inderdaad in Herbaaien. En zometeen bij de doorgaande weg. Ik weet niet hoe ver ik kan komen. Nou, ik kan op zich tot aan de weg komen. Dus laat ik dat ook even doen. Ga ik daarin parkeren. Oftewel aanmeren. En zal ik daar eens kijken hoeveel tijd er nu op zit. Want ja, dit is de enkele reis. Ik moet ook weer terug naar mijn eindbestemming, naar Harlingen, Koningsbuurt. Dus dat hebben we indicatie. Kijk, daar kan ik onder de brug mooi even aanmeren, oftewel even vastleggen. En dan kan ik dan even zien hoe lang we op dit moment onderweg zijn. Nou, hier wel veel overhangende takken. En inderdaad niet super diep. En hier een oude verkeer, oftewel die doorgaande weg van Herbaaien. Nou, op dit moment ben ik dik 1 uur en een dik 1 uur onderweg. Ik gebruik hiervoor de Endomondo app. Ik kan even niet goed zien hoeveel kilometer op dit moment heb gereden. Gevaart natuurlijk, hè, gereden, kom ik erbij. Kijk, ik kan wel zien waar ik ben. Kijk daar zo. Naar bij de Rijksweg in Herbaaien. Oké, nu geeft hij de afstand ook weer. Ongeveer 4 kilometer 26 heb ik gevaart. En dit is dus het keerpunt. Dus ik draai zo meteen om en ik vaar weer terug. Even kijken. Het is dus nu ongeveer 10 uur. Dus iets over 11 hoop ik terug te zijn op de eindbestemming. Vaart u weer mee? En we zijn bijna terug bij mijn aanmeerplekje. Aanmeerplekje bij mij in de wijk. En als ik daar heb aangemeerd, dan is het nou wat is het pak een beet nog even. Dat zal het zijn 500 meter lopen met de boot. En ik heb laatst een mooi karretje erbij gekocht. Dus daar kan een boot mooi op. Dat is wel relaxed. Ik zeg, als je het filmpje leuk vond, geef een duimpje.
als je meer van dit soort filmpjes wilt zien, abonneer je gewoon op dit kanaal. Oftewel in het Engels te zeggen, subscribe on this channel. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en een hele fijne dag nog. Tot ziens. Hoi, 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 hoi. Groetjes.